Als de zichtbare wereld om je heen even te veel wordt, dan kan je gewoon je ogen dicht doen. Maar onze oren kunnen we niet sluiten, dus met geluid kan dat niet. We staan eigenlijk 24 uur per dag bloot aan geluid. Nou, we weten eigenlijk niet zoveel over hoe we geluid ervaren en wat de effecten daarvan zijn op hoe we ons voelen of onze gezondheid. We weten wel veel over de akoestische kant, dus over hoe hard geluid is en wat een acceptabel decibelniveau is. Maar als een geluid zachter is, betekent dat niet per se dat het ook minder irritant is. Ik onderzoek het effect van geluidsomgevingen op verschillende groepen mensen. Allereerst kijken we bijvoorbeeld naar mensen met een combinatie van visuele en verstandelijke beperkingen. Maar we kijken ook naar het effect op mensen met probleemgedrag. Wij noemen dat moeilijk verstaanbaar gedrag, omdat we ze niet goed kunnen begrijpen. En dit zijn mensen die vaak niet kunnen praten, ze kunnen niet of nauwelijks bewegen. Ze kunnen zich dus ook heel moeilijk uiten en ze kunnen niet aangeven hoe ze zich voelen. We zien ook vaak dat ze stereotypisch gedrag vertonen, dus het bekende heen en weer wiegen of met een hand herhaaldelijk tegen hun hoofd slaan. En wij denken dat het wel eens zou kunnen komen omdat de geluidsomgeving niet goed is afgestemd op de behoeftes en mogelijkheden van deze mensen. Je moet je voorstellen dat geluid wordt verwerkt in ons reptiele brein. Dat is het middelste gedeelte van onze hersenen. En dat is al heel lang geleden in de evolutie ontstaan. Het gaat dus ook al heel lang mee. En als geluid binnenkomt in onze oren, dan wordt het daar en in het reptiele brein al voor een groot deel verwerkt. En er wordt eigenlijk gekeken of een omgeving veilig is. Dus als jij veilige geluiden hoort, zoals de vogeltjes fluiten, de wind door de bomen of iemand die in huis aan het rommelen is, dan geeft je brein een signaal dat het veilig is. Dan kan je ontspannen, dan kan je doen wat je wil, bijvoorbeeld dagdromen of studeren. Maar als er een plotseling hard geluid is van een deur die dicht slaat of een radio die ineens aangaat, dan geeft je brein een signaal dat het niet veilig is. Dus dan moet je opletten en kijken of wat er aan de hand is. En dat opletten, dat gebeurt in de nieuwere delen van ons brein, die later zijn ontstaan in de evolutie. En mensen met verstandelijke beperkingen hebben vaak beschadigingen aan die nieuwere delen. Dus zij hebben niet de vermogens om die extra informatie goed te verwerken. Ze zullen dus langer gealarmeerd zijn van een plotseling geluid, wat veel stress met zich meebrengt. En we denken dat die stress kan leiden tot probleemgedrag. Ik heb een app ontwikkeld voor medewerkers, begeleiders in zorginstellingen. En met deze app worden begeleiders gevraagd een paar keer per dag de geluidsomgeving te beoordelen. En we hopen dat daardoor het bewustzijn wat vergroot, dat ze bewuster omgaan met de kwaliteit van de geluidsomgeving. En dat ze ook aanpassingen doen om dat te verbeteren indien ze dat nodig achten. Tegelijkertijd meten we het gedrag van de bewoners en cliënten van deze instellingen om te kijken of dat probleemgedrag inderdaad vermindert als er meer aandacht wordt besteed aan de geluidsomgeving. En wij hopen natuurlijk dat daar verbetering optreedt. Na mijn studie psychologie heb ik een tijdje als applicatiebeheerder bij een ICT-bedrijf gewerkt. En ik ben best wel nerd, dus ik vond dat wel leuk. Maar ik merkte op een gegeven moment dat mijn motivatie verdween. Ik miste het om met complexe dingen bezig te zijn en om na te denken over de stof waar ik toch 4 jaar lang voor had gestudeerd. Dus ik besloot op zoek te gaan naar een promotieplek en zo ben ik hier terechtgekomen. Nou, naast dat ik de wereld over mag vliegen naar conferenties en op een heleboel mooie plekken kom en heel veel interessante mensen ontmoet, heb ik toch ook vooral geleerd om heel breed naar de dingen te kijken, om verbanden te leggen en om me niet snel uit het veld te laten slaan door problemen, maar ze meer als mogelijkheden te zien en in oplossingen te denken. Faces of Science.